Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe aflevering Koken met Bilal en met... Moes Mustafa. Bart Kwik. Alles goed jongen? Ja, zeker. Prachtig om jullie te zien. Ja, super blij. Leuke ontmoeting. Ja. Ik kijk ernaar uit wat we vandaag gaan doen met onze hero Bilal. Ja hè? Ja, zeker. Ik moet je eerlijk zeggen, ik krijg heel veel comments van jullie van je moet met Mustafa moet je video opnemen. Want hij is natuurlijk actief vooral op LinkedIn, daar ken ik hem vooral van. Instagram en nu ook op tv, twarkallah. Ik heb hele leuke dingen gezien. En daarom maak ik er vandaag ook eigenlijk een speciale aflevering van. Oh, dat is mooi, ja. Ik ga vandaag niks zeggen, niks doen. Dus het is aan jou. Want jij bent natuurlijk gewend om eigenlijk met mensen met mogelijkheden... Uitdagingen, mogelijkheden. Heel goed. En wat je eigenlijk laat zien is dat je vanuit oprechte interesse in deze mensen met hun werkt. En je krijgt volle liefde van hun. En heel veel wijze lessen. Ja. Ja, heel veel leermomenten. En ik ben... Niet doen. Ik ben benieuwd wat straks boodschappen gaat opleveren. Voor mijn gevoel heel veel, want heel veel geduld natuurlijk, maar ook heel veel warmte die ik ga krijgen van Bilal. Ik ben blij dat ik hier ben. Dankjewel Brahim dat je mij hebt uitgenodigd. Prachtig. Hij zei, speciaal is het niet, beste mensen. Het is geen speciale uitzending. De speciale iemand die hier is, dat is onze Bilal. Dat is de enige die speciaal is hier. En de rest is helemaal niks speciaals hieraan. Alleen hij en zijn manieren. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Positiviteit. Aardwerk. Wij gaan boodschappen. Mashallah. Tot zo. Dank jullie wel. Heel echte mannen. Positiviteit. Activiteit. Negativiteit. Geen tijd voor. In wegen door. Brian. Slapen in de auto. We moeten samen eerst eten, samen eten maken en dan gaan we slapen. Zo? Waarom zo? Samen eten maken, gezellig. En is het gaat eten voor jou, deed. Ja, ik draai eten. Ja. Kom, wij zijn vrienden. Als wij geen vrienden zijn, dan word ik boos, dan ga ik huilen. Dan word ik verdrietig. Ik ga je helpen. Nee. Zijn we vrienden? Zijn we geen vrienden? Zijn we vrienden? Geen vrienden? Waarom niet? Ik heb voor jou een hele leuke verrassing. Ik heb voor jou iets heel moois gekocht. Een cadeautje. Wil jij zien een cadeau? Wil je een cadeau krijgen? Wil je een cadeau? Het is echt een mooi cadeau. Het staat op Bilal. Het staat heel groot. Bilal. Bilal is Mustafa zeg maar, heel erg aan het uitproberen, van kijken hoe ver die kan gaan of niet. En hij zit mij even uit te testen. Dus dat is wat je nu even opmerkt. Ik ga samen met jou boodschappen doen. En hij kijkt hoe ver die kan gaan. En dat is ook de reden waarom hij zijn tong uitsteekt en zo. Gewoon even checken, hoe ver kan ik gaan. Ja, hij is het tegenovergestelde van toen straks. Toen straks was hij doen wat hij graag zelf, heel enthousiast. En nu in één keer niet. En waarom denk je dat hij dit doet? Ja, hij is aan het kijken hoe ver hij bij mij kan gaan. En, of ik nou met hem mee ga spelen, zeg maar. Dit, of ik word serieus, zeg maar. Dan ga ik gewoon zeggen, nu gaan we gewoon dingen. Ik ben ook zelf ook een beetje aan het... Wat hij nou aan het doen is, ben ik nou ook aan het doen. Hè? Hoe ver kan ik bij Bilal gaan? Ja. En, we proberen hem natuurlijk wel altijd zijn gevoel, niet doen, zeg maar, Bilal. We proberen zijn gevoel wel op te letten. Bilal. Dat wil hij eigenlijk niet een slecht gevoel geven. Ja, en ook veel geduld hebben, beste mensen. Veel geduld hebben, ja. Ja, nee. Waarom? Waarom? Huh? Waarom sla jij?
Hey, je moet zo doen, kijk. Nee. Kijk, luister. Je moet zo doen, zo. Niet slaan, jou zelf. Nee. Niet slaan. Hé, jij zegt het wel sterk. Jij was sterk, kom maar. Hier. Hier. Afleiden. Hé, luister. Jij bent sterk? Waar zijn spierballen? Kom maar. Oh. Hey, één hand. Ja. Eén hand. Hé? Wie is sterk? Wie is sterk? Klaar. Nou. Oh, ik ben sterk. Wie is sterk? Hij is wel sterk, hè? Hé? Wie? Ik ben sterk. Nee. Luister. Goed luisteren. Nu gaan we boodschap. Luister. Ja? Goed luisteren, hè? Hey. Goed luisteren. Oké? Okay? Goed luisteren. Goed? Ik ga het los doen. Ja. Ik ben sterk. Oh. Op een gegeven moment moet er een punt komen natuurlijk. Kijk, hoppakee, los. Ja. Helle. Uitstap. Hoi. Hier, auto's. Willen, luister. Luister naar mij. We gaan goed luisteren vandaag, oké? Okay? Je hebt net gezien hoe sterk ik ben, hè? Alles, hey. Nee, mag niet. Kom, politie. Even kijken. Zo, ik val hier al. Even nadenken. Nee, ik heb al gezien. Je wil het zo doen, hè? Je wil het broekzak doen. Hierbij. Hier blijven. Ik ben sterk. Hier blijven. Hij zal het uittesten. Hier, bij mij. Ja, bij mij blijven. Hier blijven. Oh, paprika. Deze. Kijk. Deze pak. Doe maar hier. Eentje. Echte mannen. Eentje. Eén zes. Ja. Dat is een tijdtest, hè? Ja. Hier blijven. Maar Mashallah, wel sterk. Wordt niet alleen maar gekookt, maar ook geworsteld. Het is wel een goede film van straks, hè? Hey, Willem. Als wij gaan stoeien, ik heb een hele goede conditie. Jij wordt moe,
Dan straks moeten we jou gaan sjouwen, zo, optillen. Moeten we jou in de auto, dan ga je slapen in de auto. Dat willen wij niet. Wij willen dat we samen gaan koken, samen gaan eten. Dus Willem, luister. Oké? Okay? Gaan we luisteren? Ja, oké. Oké. Goed. We zoeken Gentbert. Zie je op? Bij iedereen zo? En, jij hebt hem zeg maar het meest onder controle van iedereen. Echt waar? Ja. De rest is de... Voor de eerste keer? Ja. We gaan een andere situatie nu. Komt helemaal goed. We hebben een andere situatie. Is goed. Ja. Nee. Boodschappen. Wie dan? Kom maar. Ga even een andere situatie. We gaan gewoon volgen. Dan geven we hem alle tijd. Ik ben ook natuurlijk de eerste keer dat ik Bilal, onze hero Bilal, ontmoet. Ja. En ik wil ook natuurlijk weten, waar komt dit vandaan? Waarom doet hij dit? En ik laat hem ook gewoon zo gaan. We hebben net een beetje geprobeerd om zeg maar een beetje autoriteit uit te stralen. Heeft nu nog niet geholpen. Dus we laten hem nu even zo. We kijken uiteindelijk. We zullen straks wel zien wat ons gaat opbrengen. Dus we laten hem gewoon even zo. Oké. Okay. En we gaan zo even kijken. Dus hij is nu aan het boodschappen doen. Kijk, je ziet het, hè? Hij gooit hele dingen vol. Dus ik ben zo meteen benieuwd. En wij leggen hem straks gewoon even netjes gewoon allemaal terug. Ja. Dus we laten hem even zo. En dan kijken wat zijn bedoelingen. Oké. Okay. En nou. Goed? Ja. Is genoeg? Ja, oké. Okay. En dan? Oh ja. Oké, okay. Kijk, nou is het ding is vol. Ja, goedenavond. Goedenavond. Doei. Waar ga je naartoe? Hier komt hij. Hier? Is het vol, hè? Goed, Marjan. Heel goed. En nu? Trans niet. Precies. Doei. 3, 4, 18. Eentje. Oké. Okay. Doe maar. Kijk, ook, zoals ik vandaag tegen Brahim heb gezegd, je komt in situaties dat je moet handelen. Hoe ga je nou handelen? Hè? Ik had een heel ander soort plan. Maar hij heeft ook een plan. En we werken samen, we zijn nu samen. Het is zijn dag, niet mijn dag. Het is zijn dag. Dus. Laat hem gewoon zijn ding doen. Okay. Hij komt nou een beetje los, hij blij, duimpjes omhoog. Oké. Okay. Wat is dit? Paola. Word je. Hallo, de uithalen. Boek. Word je. Plas. Lekker? Nee. Echt smakelijk. Nee, niet smakelijk. Dit zijn gamba's. Dit zijn garnalen. Kapot? Nee, niet kapot. 1, 2, kom. Goed. Mag het? Ja, ik laat hem nog even. Kijk, we hadden het toen straks ook in de auto. Wat leer je van mensen met een uitdaging? Hè? Lichamelijk of geestelijke uitdaging? Mag ik tussendoor? Heel veel geduld. Hoe de omgang met deze mensen, met mensen. Hoe ga je met hun om? Hè? Kijk, we kunnen ze ook thuis laten. In een kamertje opsluiten en dan onze boodschappen doen. We zijn binnen 2 minuten klaar. Heel makkelijk. Hun leren niks, maar wij leren ook niks. Wij leren niet hun kennen, hun leren ons niet kennen. Mensen met een uitdaging, daar heb ik het over. Dus ik leer hier ook van. Ja, soms gaat de pot kapot. Ja, dan is hij kapot en dan betalen wij gewoon de inhoud van de pot. Niks aan de hand. Hij is gewoon even bezig. Ja, hij is aan het spelen. Dus ik laat hem nog even zo. Zo, kraai. Kijk. Mashallah, we worden allemaal goed verzorgd. Kijk, Willem. Dit is voor jou, hè? Nee, hij mag niet. Nee. Jij wilt deze knop voor? Ja. Goed luisteren. Ja. Straks, als we klaar zijn. Ja. Ja. We zijn klaar met koken. Ja. Goed luisteren. Klaar met koken, mag jij deze kapot slaan? Goed? Ja. Goed? Ja, goed. Doe maar terugleggen. Ja. Niet terugleggen?
op de grond leggen. Van die meneer. Ga maar teruggeven. Bieden. Hij een beetje sambal, hij vindt jou een beetje sambal in. Bieden. Ja, kom. Bieden. Waar ga je? Drie? Nee, twee. Nee, is te veel. Twee. Doe maar ook deze. Huh? Ook die andere. We gaan samen eten, toch? Ja, kom. Even luisteren. Ik wil met jou praten. Huilen? Nee, even luisteren. Ik heb bier. Ja, zometeen gaan we die pakken. We gaan zo meteen drinken. Even luisteren. Mooi, hè? Ja, baas. Ja. Even luisteren. Naar Khadija? Even hier blijven. We gaan boodschappen doen. Dan gaan we naar de keuken, gaan we koken. Is dat goed? Safi? Ga jij luisteren? Anders gaan we hier naar buiten gaan wandelen. Ik til jou op hier, dan gaan wij heel ver. Ja. Luister anders, ik draai deze. Deze ik ga draaien. Oké? Okay? Ja, juffrouw. Ga je luisteren? Ja, juffrouw. Meneer is het, geen juffrouw. Ga je luisteren? Ja. Oké? Okay? Ja, handje geven. Nee. Nee. Nou is het klaar. Nou luister naar mij. Nee. Bilal. Bilal. Luister. Wat je wou. Nu gaan wij boodschappen doen. En hand in hand. Ryan. Hand, ja, dat is goed. Ryan, ja. Hand in hand. Oké? Okay? Als jij niet luistert naar mij, dan neem ik jou mee naar buiten. En dan gaan we die kant op. Oké? Okay? Nou serieus. Allahu Akbar. Handje. En niet weggaan. Ik pak jou zo. Zet ik jou op mijn schouder. Kom. Hé. Luister. Oké? Okay? Amen. Oké. Hey. Luister naar mij. Wacht. Eentje. Die zwarte. Pak maar. Nee. Deze. Nee. Luister. 100% dat dit gaat werken. Ik ben ervan overtuigd. Hey. Dit is een top. Gewoon kort erop zitten. Duidelijk grens aan. Praat nou, hè? Als ik neem je mee naar buiten. Oké. Zo pak. We gaan daar kip bestellen. Hey. Ja. Ik heb gezegd nee. Ja. Oké? Okay? Ja. Als ik neem je mee naar buiten, hè? Nee. Appel. Hé, bier laten liggen. Hij heeft geen bier op. Thuisje. Wij gaan, zeg maar, 1 kilo kip. Regular kip. Vlees. Kip. Kip. Goed. Waar is kip? Ofwel. Ben je van de kip, Willem? Nee, ja. Moet die levend, Willem, of niet meer? Eentje die zo doet, of eentje die zo? Zo. Kip. Hoeveel? 3. 3? Eentje, kom. 1 kilo. Kipvleugels, broeder. 1 kilo kipvleugels? Ja, planten alsjeblieft. Hey. Bij mij blijven. Wat? We wachten op Kip. Mustafa, hierbij Mustafa. Ja, ik hou jou vast, hè? Ja. Je gaat niet weg, nee. Hij blijft hier.
We gaan eerst boodschappen doen en straks in de keuken mag jij rondjes rennen. Heb je een beetje drumsticks dan? Bier. Ja, of is het bier? Ja, mag niet bier drinken. Ja, doe maar een beetje meer mix daarvan, ja? Het is ongeveer voor... vijf personen ongeveer. Wil je voor vijf personen doen? Ongeveer, ja. Ik denk dat we zijn met z'n vieren. Doe maar anderhalf kilo dan. Anderhalf kilo, ja. Ja, want die anderen kunnen ze ook gelijk mee eten. Al goed? Ja. Ik tel tot drie. Eén. Luister. Nee. Streng helpt bij hem zeker. Ja. Streng, maar op de juiste manier, hè? Anders gaat hij zo meteen als ik loslaat. Beste mensen. Is hij, gaat hij weer rennen? En dit filmpje misschien duurt straks misschien 30 minuten. Maar geloof mij, we zijn hier al een uur naast lopen. En als ik hem loslaat, zijn we nog zeker nog een uur hier. Ja. Waarom mocht hij nou toch nog iets pakken? Ja, omdat hij. Dan is hij met één arm is hij bezig met één ding. En dan hoop je dat je daardoor dat hij dan bezig is met dit. En dat hij dan dat ik hem dan vasthoud. Ik had ook kunnen kiezen om dat niet te laten. Want je zou denken, je geeft dan, want hij zoekt zijn grenzen op. Ik geef hem natuurlijk die opening om weer te doen. Dat klopt, maar je hebt ook gezien dat als ik in het begin dus constant die druk opzet, dat hij ook weer... Hij kan niet zeg maar begrijpen, nog niet van, oké, nu is het duidelijk. Dus voor mij is het ook natuurlijk misschien een opstapje dat ik straks ook dit niet meer toelaat. Dus nu laat ik het nog even toe. Want je hebt gezien straks, hoe zijn wij binnengekomen? Alles toegelaten. Ja. Toen hebben we het een klein beetje toegelaten. En dan komt natuurlijk een moment dat ik niets meer doe. Ja. Dus je krijgt het wel warm nu, hè? Ja, nee, maar dit is goed, hè? Het is goed voor iedereen. Ja, ik leer ook, hè? Hele. Gaan we door? Willet. Hey, goed. Ik heb jou net, anders ga je weer naar buiten. Nee, ga je naar buiten. Luister dan. Ga je luisteren? Ja. Hey, nee. Ik heb je net een klein beetje het scheef moeten spelen. Nou is geen spelen, dan ga boodschappen doen. Wauw, kijk eens. Hey, Willem. Hey. Ik heb gezegd nee. Monsieur. Ik heb gezegd nee. Allemaal gemaakt. Niet aanraken. We gaan eerst boodschappen doen en dan gaan we iets anders doen. Hierop letten. We gaan eerst boodschappen doen. Allemaal gemaakt. Allah wakker. Hoi, Willem, voor jou. Wat zeg je dan? Hotel. Zie je een verschil allemaal nu? Met hoe ze... Ja. Geen max verstap vandaag. Toch? Geen max verstap. Juist. Het is je gewoon gelukt, vriend. Ja, succes, hè? Box, krijgt hij geen box. Oh, wat is dat? Hij mag kletsen. Wat is dat? Ja. Hey, succes, hè? Iemand blij maken met een zelf samengestelde groente of fruitmand? Bestel of kom langs bij Valerie. Want echte smaak beleef je. Ja weer. Samen weer. Ja, we gaan koken samen met Bilal. Wij hebben er zin in. Bilal, gaan we tassen uitpakken? Ja? We hebben trouwens net boodschappen gedaan en het is echt prachtig gegaan. Bilal gaat uitpakken. Het is prachtig gegaan.
En we hebben echt samen boodschappen gedaan. Bilal heeft ze ook gewoon zelf op de toonbank gezet. Heeft ze zelf ingepakt, zelf geschouwd de tassen. En wat ik wel merk aan Bilal, hij is heel behulpzaam. Oké, heel goed. Wat gaan we maken? We gaan tagine met kip maken. Oké. Okay. Ja. We gaan... Ik ben benieuwd. Ja. Haal maar eruit. En jullie zien het, beste mensen. We laten Bilal zoveel zelfstandig doen natuurlijk. Helpt hem natuurlijk in de ontwikkeling. Het is altijd heel makkelijk om alles zelf te doen. Maar het is zijn dag. Het is zijn speciale moment. Dus we laten hem zoveel mogelijk zelfstandig doen. Ik heb iets leuks voor Bilal. Bilal, ik heb voor jou een cadeautje. Ja. Ah, dankjewel. Hero Bilal. Bilal. Wat voor gewoon Bilal? Om te koken. Wat Hero? Hero. Jij bent Hero. De vrouw van Hawaii. Nee, dat is, ja, die heet ook Hero. Ja, maar jij bent een hero, een held. Ja. Nou, dankjewel, Mustafa. Alsjeblieft. Ja, nee, nee. Wat? Vast... Nee, wacht even. Wat? Nee. Ja. Kijk. Een echte held, hè? Kijk. Zo. Ja, even knuffelen, hè? Ja. Leuk, hè? Cadeautje, hè? Is mooi, hè? Kijk. Leuk. Zijn we vrienden? Goed zo. Box. Box. Goed. Islam. Shukran. Shukran. Dankjewel. Dankjewel. Oké, Bilal. Deze is voor jou. Mag je hier gewoon op de dinges snijden? Of, ja. Heel goed. Ja, goed zo. Kan ik een beetje helpen? Zal ik een beetje helpen? Kijk uit voor je vingers. Kijk. Goed zo. Mag ik eens? Doe maar met rechts, ja. Ben jij niet met deze? Nee? Oké. Goed. Goed. Ja, doe maar afvegen bij mij, dat mag niet uit. Ja, dit is kei leuk natuurlijk, hè. Goed zo. Ben je aan het vegen of ben je maar aan het aaien? Oké. Ik snij een klein beetje open. Ik snij een beetje open zo, kijk. Zo. En nou mag je deze openmaken. Ja? Ik kan niet aan. Een beetje huilen, hè? Ja, maar is niet erg, toch? Wel erg? Zal ik het doen? Hier, doe maar. Probeer maar. Kijk, net zoals Brahim. Maak ook jij standaard zelf, of... Ja, ik probeer wel, zelf te koken, ja. Ja? Ja, ja. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Oh. Ya man ya kan bilal, bina ya baba, fadisha ya mama. Hij noemt nou al de mensen op, hè? Wat is mijn naam? Cham. Cham? Hoe heet ik? Moes. Moes, hé. Hey. Welke? Deze? Gaan we gewoon hierin doen? Ja, hè? Het groot gelijk. Wij gaan gewoon even deze. Dat gaan we gewoon doen. Kijk, ik zou zeggen. Leer van Bilal. Hier? Goed zo, doe maar lekker erin. Goed zo, ja, goed zo. Lekker voorzichtig, we hebben alle tijd, hè? Ja. Dus de mensen die met mensen op weg kunnen, die vaak de grenzen opzoeken qua gedrag en zo. Daarvan hoor je vaak dat zij zelf in het verleden ook vaak de grenzen opzochten. In hoeverre ze konden gaan met gedrag. Geldt dat voor jou ook zo? Was jij ook iemand die grenzen opzocht? Ja, absoluut. 100%. Ja, zeker. Ik was iemand die altijd grenzen opzocht bij iedereen, inclusief ook mijn ouders. Waar ik achteraf natuurlijk spijt van heb natuurlijk. Dat heb ik zeker gedaan in het verleden, ja. Maar was je koppig? Ja, heel koppig. Ja, heel koppig. Kan je wat situaties opnoemen van bij jou op school bijvoorbeeld? Hoe het eraan toe ging?
bij mij op school. Nou, ik, heel mooi. Ik ben tegenwoordig een boek aan het schrijven. Onbeperkt moest van het boek. En mijn zus is wel ouder dan ik. En die zei tegen mij dat juffrouw, als zij iets mij wilde vertellen, vooral in de kleuterklas en in groep 3, als ze mij iets wilde vertellen, dan stond ik op en dan zei ik tegen de juffrouw, maar ik ben de baas. En dan zei die juffrouw, nee, je bent geen baas, je bent een leerling. Je gaat zitten op stoel. Ik niet zitten op stoel. Ik ben baas, ik blijf hier staan. Ik ga voor de klas. Ja, die koppigheid had ik. Ja, dat is een van de voorbeelden op school. Ja. Dat deed ik vroeger. En, maar hoe ben je jezelf rustig gaan krijgen? Mijn geloof. Mijn ervaringen. Mijn sport, mijn karate op topsporten. Daar leer je ook geduldig te zijn, beheersing. Maar ook mijn geloof. Hoe onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft zich gedragen. Wat voor prachtig voorbeeld hij is. Wat voor geduld. En dat soort dingen. Ja, dat heeft mij het meest geholpen. Ja, prima. Deze ook. Doe maar deze ook. Even weg, dames en heren. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Ja, doe dat alsjeblieft. Ja. Nee, het gaat helemaal goed. Wij zijn al vrienden. Oké, okay, nou, succes. Wij zijn beste vrienden van elkaar geworden. En we hebben ook afgesproken dat we elkaar vaker gaan zien en zo. Oké. Okay. Dus ik zou zeggen, fijne... Doei. Doei. Wat? Oké. Goed voor Mustafa zorgen, hè? Ja. Wij doen samen helpen. Maar mag je mijn mes? Met deze? Ja. Ja, hier, doe maar. Is dat goed? Prima. Perfect. Ja, je ziet het, beste mensen. Hij wordt hier gewerkt. Geconcentreerd. Ik heb net ook even aangegeven aan Bilal. Dat hier, als er mensen langslopen... We zitten hier in een... Dit zijn zijn kinderen. Bilal is zelf... Ons als varen is echt. Ja, prima. Weet je ook nog een beetje mee op te letten, maar hij doet het echt. Zo. Goed zo. Nou, we zijn eigenlijk zo goed als klaar, beste mensen. Bilal maakt nog even de aardappel klaar. En dan gaan we hem opzetten. En. Daarna is het echt heel goed gegaan en jullie kunnen het nu zien. We staan schouder aan schouder. We werken samen. Hij snijdt nu de zoete aardappel. Wij helpen elkaar. En wij eten straks hopelijk gewoon een heerlijke tagine die gemaakt is door Bilal. Wat je toen straks hebt gedaan was goed. Ja, zo. Ja, niet zo doen, ja? Ja, omdat... Kijk. Als ik zo doe, hè. Traak, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan heb je worstjes straks in de pan. Dus, niet, maar nee. Auw! Ja, ik moet nou lachen, maar ik ben blij dat ik lach. Hij heeft mij wel. Ah, Ryan! Hey. Willem, hey, geen grapjes hè, met dat soort dingen. Ja, ik zou dan adviseren, je zegt, nee, Mimi, Milan. Mila, kom. Wordt dat ook gefilmd? Ja. Ja, tuurlijk. Ja, we hebben het gelijk. Ik ga hem wel halen. Ja. Kom. Wat doe jij? Ja, stop! Wat ga je doen? Kapot maken. Nee. Wat kapot maken? Jij jezelf kapot maken. Hoezo wil jij je kapot maken? Waarom doe je dat? Nee, dat mag niet. We gaan nog koken. Geen spelletjes, hè? Anders ik deze, anders ik draai jouw oren, hè? Geen spelletjes, hè? Kom bij mij. Bilal, hier. Ja. Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Ja, Bilal is hier. Ja, wel. Is voor jou? Kom eens. Telefoon. Oh, kijk, hier is het warm. Hè? Nee. Hallo? Ja? Hallo, met wie spreek ik? Oh, Bilal. Ja, Bilal is hier. Nee.
Hij wil met jou praten? Nee. Nee? Oké. Okay. Laat los. Nee. Laat los. Laat los. Nee, nee, Milan. Weg, weg. Milan, ga naar los. Hey. Zo. Wachten. Leeg. Goed gekeurd, dames en heren. Wij gaan opscheppen. Ik wil eigenlijk alle kijkers bedanken dat jullie naar deze uitzending hebben gekeken. Ik dank Brahim en zijn broertje, onze hero Bilal, voor deze gastvrije dag. Een prachtige dag. Echt een dag om veel gelachen, veel geleerd, veel respect. Ik dank ook onze broeder Hamza. De keuken. Hamza! Keukenstil hier in Leiderdorp. Onze Ruben natuurlijk. Hamza! Deze journée die aanwezig is. Maar echt wat een prachtige dag. Ik zou zeggen, beste mensen, abonneer. Hopelijk kom ik vaker ook langs hier. En hopelijk komen er nog meer hele leuke mensen langs. Die samen met Bilal iets gaan doen. Abonneer vooral. Want hij gaat nog zeker heel veel, of hun gaan nog zeker heel Hamza! Veel ondernemen. Heel veel laten zien. Vooral abonneren. Hamza! En kom hier de keuken keuken bestellen. Hamza! Prachtige keukens. Eten! Dit is daar vanaf gekomen. Een heerlijke gastje. Ik goeie Mustafa. Echt super bedankt. Dit was echt een hele leerzame aflevering. Is anders dan hoe ik hem normaal maak. Maar ik had vanaf seconde 1, zonder dat ik jou ooit had ontmoet, had ik al meteen een goed gevoel bij je. Dus alsjeblieft. Hamza! Onze grote vriend Mustafa ook alsjeblieft. Vergeet me vooral niet te volgen en te delen en te liken. Willem, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar. Liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Aren. Aren Fidetje. Dankjewel. Dan wat liefde. Is wat we moeten verdiepen. En respect moet je verdienen. Alleen voor de fam zullen we bieden. Lieve Bilal, ja, we houden van je. Wie niet? Zo ja, ik vlam je. Je kan niet naar buiten, maakt niet uit, ontspan je.